Dames en heren, één voor. Wij zitten daar in het gebouw en ik moet zeggen, ik voel die energie, die positieve energie van u en ik wil u daarvoor hartelijk danken. En het recht zal zegevieren. De advocaten van de staat hebben het verzoek van de staat Suriname aan de rechter toegelicht. Wij hebben van onze kant daarop gereageerd. Maar de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname hebben ook een tegeneis ingediend. Er is gevorderd dat de staat Suriname wordt veroordeeld om na te komen de overeenkomsten die met de BVL en de AALS zijn gesloten. Wij zeggen, wie de bal kaatst, moet hem terug verwachten. Morgen om 12 uur gaat er een comparitie van partijen gehouden worden. Is gelast door de rechter. Dat houdt in dat de vertegenwoordigers van de staat Suriname en de vertegenwoordigers van de BVL en de AALS door de rechter vragen zullen worden gesteld. En de rechter zal op die vragen antwoord krijgen. Dus dat is de stand van zaken. Zoals de staat heeft gevorderd dat de staking onmiddellijk wordt opgeheven en indien dat door de rechter wordt gelast, maar niet wordt nagekomen, dat de Bond van Leraren en de AALS een dwang zou moeten betalen van 100.000 SRD per dag. Nee, wacht even, ik moet corrigeren. De staat heeft gevraagd een dwangsom van 100.000 SRD per uur. Daarom hebben de Bond van Leraren en de AALS in hun tegenvordering ook geëist dat indien de rechter de staat mag veroordelen en de staat aan het vonnis niet voldoet, dat de staat ook een dwangsom zal moeten betalen van 1 miljoen SRD per uur. Per uur, ja. We gaan ervoor. Vrede is vrede. Vrede is vrede. En het recht moet. Zeker. 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 Zeker.